Dag vrienden van het Buiten de Sliep verhaal. Bert Pijper zit nog eens klaar en een vinnige vlogger natuurlijk ook. Via een avondvlogske, dat wil zeggen diminuendo, dat ze boven kunnen slapen. Hè. Ja, dat is natuurlijk het gevolg van zo'n dingen, hè. De consequenties van zo'n avondvlogske. We gaan het vandaag hebben over een strip die al heel, heel laat is. Ja, en die dat ze in Holland hebben in de jaren 2000 terug in mijn hand gegeven, Giel de Rijks van De Schraver, al een tekenaar, want die schrijft en tekende, van De Schraver en een tekenaar Al Foster. En dat is niks minder dan Prins Valiant. Ik ga eens een beetje verder steken, want anders zei het niet. Hè? Voilà, Prins Valiant, uitgegeven de Sylvester. Ja, die mannen die hebben al het best gedaan. Hè? Want kijk, dat is de eerste boek van Prins Valiant, jaargang 1937, dat is die beginnen te tekenen. Allee, Al Foster, hè. Staat ergens buiten dat van Al Foster is. En die mens, en Sylvester, die hebben dat dus uitgegeven in 35 delen. Compleet stuk tot 1971 van Al Foster. En nou moeten weten, Sylvester, een gekende uitgever, hè? Mannen, het is de moment, als je die Rijks wilt kopen, hè? Schone uitgave, hardcover, 35 delen, en die kost normaal tegen de 700 euro voor heel die Santa Boutique, en nou 395 euro. Ik zou het niet laten, hè. Ik ben er aan het twijfelen. Ik heb nou de eerste gekocht in Rotterdam, wees te proberen. Hè. Als ik daar in Rotterdam maar niet meer geweest, zeg je het ook nog. Hè. Hey, ik zal het nog eens laten zien. Neemt die mens nog eens wat. Dan heeft die mens nog een beetje reclame door, hè. Daar heb ik die gekocht. En ik zeg, want ik heb daar nog nooit niet gelezen, hè, van dingen. Nu, Sylvester, die uitgever, wat geeft die uit? Ik heb die opgegeven. De Dune, de graphic novel van Dune, van Frank Herbert, hè, die kent allemaal. Er komt bijna even film van uitgekomen. Geeft ook uit Walking Dead, The Walking Dead. Dat is ook een heel gekende serie. Hè, C.C. Passeres, hè. Ja, zwaaien. En dan Angel Wings, hè? Eentje van de Tweede Wereldoorlog, van die Angela McCloud, die vliegeneerster. Zo wat de January Jones van de Engelstalige strips. Hè? Maar goed, we gaan het vandaag hebben over Al Foster en Prins Valiant. Je ziet de Prins met een S natuurlijk, is natuurlijk Prins Valiant met een C-E in het Amerikaans, hè, of in het Engels. Maar Al Foster, die mens die is geboren in 1892, in Halifax. Zei dat al dat heet? Halifax? Nee? Dat is de hoofdstad van Nova Scotia in Canada. Dat is ergens boven. Hè? Nova Scotia. Nieuw-Schotland, dagelijks. Een half miljoen inwoners ongeveer in dat spel. Maar hij is gestorven in 1982 in Florida. In Spring Hill, dan zal hem toch wel verdienen met een kostbaarheid kopen in Florida. Hè. Hij had dus is van Canadese afkomst. Die mensen hebben nooit niet geleerd van te tekenen. Hè. Nee, dat was een autodidact, noemen ze dat. En hoe deed hij dat? Je gaat het nooit niet geloven. Hè. Die ging volledig in zijn blote voor de spiegel staan. Ja, en dan zag hij dus de autonomie van de mensen en dan tekende die zijn ogen over. Hè. Zo is die bewust. Straf, hè? Ja, als dat gekend als de Michelangelo van de comicstrip, hè, dat is een baannaam. Kost geweldig goed tekenen, hè? Ja, ongelooflijk, hè? Composees, anatomie, het realisme, allee, het spatte ervan af, hè? Thijs is eigenlijk het begin van Prins Valiant, hè? Helemaal het begin, hè? Zullen we zeggen van, amai, dat is nog niet zo fameus. Jawel. Als je dat bestudeert, hè, dat is prachtig. Prachtig getekend, ongelooflijk. Moet je zien, dat is echt heel. Allee, ja, dat is de vader van dat soort strips. Hè. Dat moet je niet aan twijfelen, wou ik zeggen. Nee, maar dat was ondertussen al aan het zien. En andere dingen, zie maar eens. Ik wil het helemaal laten zien, maar je moet het dagelijks kopen en zelf lezen. Dus hoe is die mens nou begonnen? Hij is niet met dat begonnen, want eigenlijk tekende die niet graag stripverhalen. Nee, die deed dat niet graag. Hij vond dat maar tweederangs kunst eigenlijk, hè? Strips. Hè? Maar toch in 1929, voor zijn buitenruimte te verdienen, begon hij met Tarzan.
En dan, mensen vonden dat eigenlijk wel goed. En ze zeggen, amai, die kan tekenen. Dus stelden ze een vuim ook naar zoiets iets anders, hè, naar Tarzan. En hij komt dus af met Thijs. En dan zei hij, ja, ik wil Thijs, maar eerst amai eigenlijk niet zijn. Dus ik had geen goesting. Maar toen kwam de crisis in Amerika. En ja, die mensen moesten wel een brood verdienen. Hè. En Alex Raymond kwam op. Hè. Die van Rip Kirby, hij staat hier van achter. Ik ben het zeggen. Ik heb hier de serie van Raymond dan. Hè. Wat had hij nog getekend? Flash Gordon, hè. Die kwamen toen op, hè, op die moment. Hè. Chester Gould, wat kende die nog? Maar wat kwam die in op pas? Hè? Dick Tracy, hè, ook nog aan filmen van gemokt en zo van alles. Lee Falk. Met de Phantom, dat kwam allemaal op. Ja, hij moest ook geld verdienen. Dus als hij, weet je wat, het maar beginnen met Prins Ark. Arn, dat was het. Prins Arn, dat was zijn naam. Die had geen vrouw zijn, ja, jongen. Dus die gaat dan bijna een andere had geen vrouw. En daar zeggen ze, oké, okay, maar dan pak dan Prins Valiant. En zo is hem begost in 1937, Prins Valiant. En Arn, dat is later nog gekomen als een zoon, dus hij had die naam toch gaven, hè? Allee, als variant. Hè. Nou, wat staat dan eigenlijk op? Ja, die, als je die lopen doet, hè, het eerste blad. In the days of King Arthur. In the days of King Arthur. Dus dat wil dus eigenlijk zeggen dat dat zich afspeelt in de tijd van de Ronde Tafel en de ridders van de Ronde Tafel en koning Arthur. Hè. Je merkt dat ook wel. Want allee, wat, mensen vragen soms in wat jaar speelde zich dat af. Ja, dat kun je niet zeggen, hè? Want eigenlijk niemand weet dat die wel bestaan hebben, die koning Arthur en die dingen. Maar toch situeren ze dat. De Niski werd er ongeveer in de jaren 900 al over geklapt. Dus dat, het tekent geweldig ja, realistisch en goed. Maar heel dat verhaal, dat is een en al anachronisme. Hè. Dat komt van alles in Vuide Kroostocht en dan tegen monsters en dan nog eens tegen Noormannen en tegen de Vikings. Maar dat zit allemaal in andere jaartallen, dus dat trekt die Alphostrum allemaal niks van aan. Maar het is wel heel realistisch getekend, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Een beetje een kraal nog iets meer daarover vertellen. Hè. Dan ga ik eens even zien. Ja, ik krijg dus wat meer goesting, maar en uit de schoenen niet. Ik weet toch al, weet je dat die dat dus tekende, zo één blad, zei ze, hè? Één blad op per wijk, weer dat uitgegeven. Hè? Later was dat dan 51 keren, 51 blaren, voor één jaar. Hè? 1937 is na maar 46 blaren. Zie je dat? Dat was het beste blad van deze, en dat zijn er 46, dat is jaar 37. Maar je ziet, hij ook steeds, dat is goed. Ongelooflijk, hè. Maar die zat dat dus tussen de 53 uur en de 60 uur per week aan zo'n blad. In de pauze, wat dat die daar verwerkte. Moet die zien, monsters tegen, dat kon hem ook gooien, zei ze. Dat heet dat wat anders. Zei, heet het? Ja, dat is, ik vind dat een prachtige stijl, hè. Dat die men zei, moet je zien. Ik heb het al gezegd, dat ik zo lang moest staan werken. Hè. Nou, in 1971, hij had dan ook al wat, natuurlijk heel wat volk aan, dat mij hielp, hè, zijn zoon en zo hielp mij, geloof ik, en assistenten. En in 1971 moest hij hem stoppen en dan gaf hij het over aan John Cullen Murphy. John Cullen Murphy, want die blijven dat ook, dat kwam altijd maar in de gazetten, hè, elke dag zo. Struikspun en dan zo'n heel wijk, allee, was dat dan zo'n heel blad, hè? En dat, die had dat van 1971 tot 2004 gedaan. Die John Cullen Murphy, die had ook al een aangereik zijn, Big Ben Bolt. Dat ging over een bokser, detective, zo. Ook allemaal in diezelfde Amerikaanse stijl, hè? Dan daarna Gary Gianni het overgenomen, ja. Gary Gianni, van 2004 tot 2012, een jaar of acht. En dan schreef Mark Schulz het al. Mark Schulz had dat dan geschreven, want je moet weten, Alf Foster, die deed alles, hè. Schrijven, tekenen, alles. Hè. En dan had Thomas Yates het nog eens overgenomen in 2012, en dat is nou nog altijd. Maar boeken vinden dat niet van zinnen, van die mannen, van deze wel, hè. Foster. Maar van die andere is dat niet. Ik geloof dat die niet uitgegeven zijn in Amerika. Die boeken. Dat is gewoon in de gazet gekomen. En
Ja, dat is stoorde dat niet veel van. Over wat gaat het in eerste boek? Want dat is ook wel eens plezant om te weten over wat dat gaat natuurlijk. Hè. Begint in 1937. En ik had al gezegd, in de dagen van koning Arthur. Hè. Weet het? Ik was dus koning. Dus Valiant, dat is eigenlijk de zoon van de koning van Thule. De koning van Thule. En Thule is een fictief gebied ergens de kanten van Noorwegen. Hè. Vandaar komt hij. Maar die zijn ergens terechtgekomen. Ik praat tegen Frankrijk of ik weet niet wat. Maar ze moeten alleszins vluchten. En ze moeten dus over de zee gezeten. Hè. Ze vluchten naar de Britse klakrotsen. Dus ze gaan naar Groot-Brittannië. En als ze daar toe komen, worden ze niet gewoon onthuld. Hè. Nee, 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 nee. Die mensen die daar wonen, hè, dat zijn eigenlijk inburlingen. Die zeggen, hela. Boten, we moeten aan het nemen. Dus dan beginnen ze dat te vichten en te doen. Maar al rap zijn ze dat vichten meug en ze zeggen, ze zijn bijeen gekomen en die mannen van kinderen zeggen, luister, als je niet met ons vicht hè, en je let ons gerust, dan krijg je een stuk moerasgrond en dan wil je niet blijven wonen. En zo zijn ze dan toch vriend gemokt. En hier zitten al de jonge Valiant, hè, want die is nog klaar. Hè. Ik dacht dat hij een jaar of 15 was, maar je zou die maar een jaar of 10 zijn begin. 10, 12, en dan leert hem al vechten. In het begin is dat wel wat wisselwessels. Daar zit zo niet direct de verhaal in. Hè. Vader is erbij, hè. Vader van Valiant en moeder. En dan hield hij die cirk. En dan leert hij ook een ventje kennen. Zie je dat? Die in zijn bloot daarboven. Als wet en van haar en dat ventje blond, dat ze wordt zijn vriend, maar die is niet echt in de naam en op een gegeven moment is die ook weg. En dat zullen we dan wel zien. Maar Valiant, ja, monsters aanvallen en zo, dat doet hem al wel. Hè. Op een gegeven moment komt hem ook bij een soort reus terecht, zei het. En die reus, die had zijn moeder, dat is een ex. En hij redt die reus van de dood. En zo komt hem bij die ex terecht, zei het. En die ex die doet er niks fout, want die heeft er een zoon gered. En die zei zo, er zal het heel erg voor komen. Ja, 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 ja. Erg, hè. Hij weet dat toch natuurlijk nog niet wat. Hè. Nou, wat is dat zo speciaal dan ook? Aan die, dat is elke keer een neefblad dat afgewerkt in een gazet kwam. Hier, hè. Dus, hier zo, hè. Stond er altijd een blokje met de samenvatting. Van de vorige keer. Het is gemakkelijk als je die een boek leest. Dan draad beter vast. Ja, en op het einde was er een cliffhanger en dan ging dat fut zwemmen met de samenvatting. Dat ging dat wel goed gedaan. Zo, hè. En ook heel speciaal, die gebruikt geen tekstballonnen. Hè. Dat zijn tekstblokken. Zie je het? Dat wordt eigenlijk klappen ze dat precies niet in. Dat wordt altijd verteld. Hè. En soms komt er wel eens een keer het in van dat hij zei dat. Maar dat is niet met ballonnetjes. Nee, dat is niet met ballonnetjes. Dus ja, speciaal. Hè. Wat is nou die verspilling van die heks? Dat er zo erg gebeurt? Ja, wel, ja, heel erg. Zijn moeder sterft. Zie je dat? Dat is al heel rap in de eerste boek. Hè, mannen, het eerste jaar zijn moeder sterft. En dan zegt hem, oh, ik blaf hier niet, zegt Prins Valiant. Ik ga terug naar het vasteland. Ik wil hier niet blaven. En zo komt hem dus een ridder tegen van de ronde tafel. Zie je dat? En dat is niemand minder dan Lancelot. Die kennen we natuurlijk, hè, Lancelot, hè, van in de Rode Ridder en zo. Hè. En ook van de ridders van de Ronde Tafel natuurlijk. Hè. Dus hij ontmoet die. En een beetje later ook nog de Gawain. Gawain. Gawain, ook een ridder van de Ronde Tafel. En die zoekt juist een schildknaap. En die wordt dan schildknaap van Gawain. En zo komt hem bij de Ronde Tafel terecht. Prins Valiant. Allemaal nog in duizend boeken. Je moet dan afscheid nemen van zijn vriend. Ineens is dat een rosse in plaats van een witte. Maar goed, voor de rest klopt het wel. Maar Valiant is ook wel een beetje rap op zijn tienen getrapt. En vechten dan. Doet hem garen, zijn vechten. Maar goed, hij gaat toch met Gawain mee. Ik weet niet die naam. Gawain die is een halfbroer en die heette Modred. En Gawain en Modred, die kwamen ook ver in het zwaard van Ardouan. In Vlaanderen zou ze dat moeten kennen, hè? In Vlaanderen, het zwaard van Ardouan. Dat was ook met een Gawain en een Modred, hè? Ja, pas als ze dat gemokt die boek gelezen had. Maar ja, wat zegt die Gawain? Jongen, je moet een pjaat hebben, hè? Als je een page zet van een lieder. En dan gaat hij een pjaat zoeken, zei dat?
hier had hem dat gaat kunnen temmen, had hem er ook hier met zijn schmikkel in het gas gelegen, gezegd. Maar goed, dat zit dat allemaal. Dat wordt allemaal in nood gelijk. Ik vind dat echt wel heel top, hè. Wacht, ik kan het even opdraaien. Dan komt hem met die gaanwijn. Als je het niet goed aan nood kunt, zet er ook nummertjes bij. Hè. Nummer 5, nummer 4. Dan weet dat, nou, dat je eerst naar rechts, naar links of naar beneden moet lezen. Dan komt hem, ECC's, ook wij, vichten. Zo'n groot monster. Dat tekent hem gaar, monsters. Hè. Die in Alphoster. Dat tekent hem gaar. Dan komt hem dus in Waterrecht, hè, dus in Lancelot, Camelot. Hè, in Camelot. En dan, ja. Daar willen dus twee rovers eigenlijk hem ook weer uitdagen. En in Camelot, dan begint het echte verhaal van deze boek. Hè, want deze is hem aan het lachen. Hè. Dat is een schooljongenskunst als ze hem lacht. Maar ja, hij is dan bij het vichten daaronder en dan steken ze hem ook eens in het cachot. De doof steekt van alles uit. Nou, dan zitten twee rovers en die willen dus die gaanwijn. Die hebben geen centen meer, die willen die ontveuren voor los geld. Zie je dat? En daar gaat het tweede gedeelte over. Veel straat, veel animaal, veel. Humor ook, humor. Ja, absoluut. Dus daar gaat het tweede gedeelte over. Hij gaat dus proberen die gaanwijn, die dat dus door die twee rovers is gevangen. En die zit daar in een gevangenis. Zie je dat? En dat hij dat proberen uit te halen. Lukt dat? Ik kan me niet vertellen, maar we kunnen dat wel blazen. Hè. Nou, als dat helemaal gedaan is, komt er ook nog een schoolmeske tegen. Dat is er ook altijd bij. Helene, denk ik toch dat hij zo heet. Ja, Helene. En dus die gaanwijn is ondertussen ook al terug vrouw. En die werd dat dus, een paar rovers aangevallen. En een rode ridder. De rode ridder is Edemse, dat is een slechte. Wat je dat is een goeie, hè? Maar dat is dan een slechte. En die had ook een oogspel laten vallen op die Helene. Zie je dat? En ja, die kwetst dus die gaanwijn heel erg. En die Helene, ja, die heeft wel wat groter natuurlijk, hè, onze variant. Hè? Die kan dan niet meer lachen. Hè? Die had ook een oogspel op die Helene. Maar in die Helene, die woont dus in een kasteel, het kasteel van Helene. En daar zit een boeman. Die noemen ze de boeman. En die boeman die moet gevangen worden. Maar dat is een lelijke boeman. Zie je dit? Ik zal hem maar laten zien, maar verschiet niet. Heet het? Dat is die boeman. En die moeten ze nou gaan vangen. En wie wil dat doen? Valiant natuurlijk. Hè, voor in de grazen te komen van Helene. En hoe dat op dat doet? Hij vangt een gans of een zwaan. Wat bleef het? Is een gans, geloof ik. Ja, een gans. En van die gans mocht die zeesene, die kan daar een ding van maken. Een masker. Wat zie je dat? Voilà. Dat is een masker en die had dat gemokt van die gans. Dat moeten we allemaal eens proberen, hè. Met een gans zo'n masker maken. Ik weet niet welke zou moeten aan beginnen. En dan zie je dus dat hem zo bij die boom aan binnenvliegt in dat kasteel, Valiant, voor dat te gaan redden. Maar dat is een cliffhanger. Dat gaat futs in 1938, hè. Dus moet ik wel al heel die. Ik denk dat ik misschien heel die rijks ga kopen. Mannetjes, die al 18 minuten. Maar ik vond het toch wel eens interessant om mee te over die Prins Valiant te zeggen. Want dat is, ik zeg het, dat is de hoe noemen ze hem nou wij? De comicstrip tekener, Michelangelo van de comicstrips. Maar ook tips. Dat is de voorvader van de stripverhalen in die trant, hè. Dus. Ik zou zeggen, denk er eens over na, het is na dat je het bij Sylvester moet tonen. Maar aan Delft, bekend aan Delft van de Praal, verhaalde €95. Vergielde serie van 35 dingen. Dag, ik hoop dat je er niet aan gaat. Tot de volgende keer.